Nou, het, waren niet, het was vooral het feit dat NSC Handelsblad en, en de Volkskrant allebei een volledige pagina uh, vrijmaakten voor een oproep aan onze adverteerders om, uh, om niet meer op geen stel te adverteren. Dus het werd daarom wel groot, omdat twee grote kranten gewoon een moedwillige aanslag pleegden op ons verdienmodel. Uh, aan de hand van in reactie succes. op een sarcastische grap. Met succes? Uh, nou, ik denk dat het heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. Uh, omdat uh, dat hele boycottverhaal speelt zich af rond de periode dat Mediahuis uh, TMG overgenomen heeft. Dus dat zal vast bij, uh, bij zo'n ijzerbaard... Uh, als dat is een Belg dan komt er een Nederlands webblog op zijn radar... En dan denkt hij van oké, okay, wat is dit? Het zou dus kunnen dat het iets mee te maken gehad heeft... maar als dat zo is, dan ben ik met terugwerkende kracht mevrouw Hetsberger dankbaar. Dat wij nu de kans gekregen hebben om uh, een zelfstandig mediabedrijf te gaan beginnen. Want wat is het grote voordeel wat jou betreft? Uh, nou, die onafhankelijkheid, de, de, absolute, uh, de absolute vrijheid om, om zelf dat blog te vullen. Wij, maar, wat, maar zeg je dan dat je voorheen uh, je minder vrij voelde dan nu? Uh, redactioneel heeft TMG ons altijd alle ruimte gelaten om, om te doen wat we willen. Nou, we die al... indruk maakt jullie in ieder geval wel. Ja, nee, we hebben nooit enige bemoeienis gehad of, 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 of verbod of wat dan ook. Of bemoeien, uh, niemand heeft, is ooit ergens voor gaan liggen. Uh, maar je merkte wel dat binnen een groeiend bedrijf. Geen stelsel op een gegeven moment nieuwsmedia geworden. 35 FTE, verschillende titels. Dat is weer onderdeel van corporate TMG. En je merkte wel dat er een bepaalde stroperigheid in zo'n bedrijfsstructuur zit. Dat dingen moeten ineens via channel managers. En, en ineens hangt er een pleisterdispenser op je, op je kantoor aan de muur ergens een okay, beetje, Dus je kreeg meer management taken. Dat bedoel ja, je. En, en het, niet zozeer de vrijheid, journalistiek gezien. Nou ja, alle bes, de beslissingen worden wat stroperiger. En het, 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 dat, je, wordt een, je raakt er een beetje ingedut van. Een beetje die 9 to 5. Oké, okay, dus je bent eigenlijk.